Sparta speelt in de verdediging Adelaide. De Nigeriaan kwam deze week in opspraak vanwege een elleboogstoot in de bekerwedstrijd tegen VVV. De scheidsrechter had dat niet gezien. Sparta won het bekerduel op penalties en uitgerekend Adelaide maakte de beslissende penalty. Dat is natuurlijk pijnlijk. NEC, daar is ze terug in het elftal. Saidi, hij kreeg vlak voor het begin van dit seizoen knetterende ruzie. Dat ging over geld. Saidi weigerde nog voor NEC te spelen. Dat was volop dreiging, rechtszaken enzovoort. De vrede lijkt nu weer getekend. Saidi speelt in de voorhoede, in de basis. Jan Roels is de commentator op Het Kasteel. Stromende regen op een sfeervol kasteel in Rotterdam. Wellenberg, NEC eigenlijk in een 4-4-2 met Saidi vanaf de rechterkant. Flemings in de punt. De linkerzone wordt vrijgelaten. En Flemings met een eerste schot waar Celica heel veel problemen mee heeft. Goeie actie van de Belgische spits. Adelaide. Maar als je dat doet moet je de actie wel goed afmaken. Want nu brengt hij zijn eigen verdediging in een probleem. Flemings kan de bal niet kwijt. Nu pas het inschuiven van Rens van Eijden. Rens van Eijden met ruimte om te schieten. Waarom doet hij dat niet? Hij legt af op Saidi. Dat kan ook. Van Eijden nu zelf het strafschopgebied binnen. Saidi buitenom bij Slijngaard. Saidi goed teruggelegd. En oh, wat een kans voor Worm, zeg. Die maait daar volledig naast de bal. Enorme kans voor Rutger Worm. Bouwachi in de fout. Bouwachi in de fout. Worm, daar komt Saidi. Flemings. En Rutje zit ertussen. Het is NEC dat goed voetbalt in het eerste deel van deze wedstrijd. Bouwachi. Duplan. Dreigen met El Akjoui tegenover hem. Duplan. Stroopman met links kan hij goed uithalen. Stroopman op de hak van Wellenberg en dan Poupon. Het is de eerste kans van Sparta. Omdat de NEC druk zet, de Spartanen niet echt laat voetballen. Komt het een beetje vanuit de tweede lijn. Slijngaard. Bodoel wil de bal. Goeie bal zegt van Slijngaard. Daar komt Poupon. En daar is ook de duw van Rens van Eijden. Correct met de schouder. Die Poupon uit balans brengt. Goed verdedigd door Rens van Eijden. Bouwachi, Duplan. Voor eigenlijk nog niemand. Poupon is nog ver weg. Duplan en dan een wilde sliding van El Akjoui. Wat doet de scheidsrechter Jansen daarmee? Geel. Ja, is terecht. Nou, de wedstrijd heeft wel een opleving nodig. Hoekschop, Stroopman. Babos zit er niet echt goed bij. Flemings. En dan, wie kan er schieten? Het is een goal van Valkenburg. Alweer zijn vierde dit seizoen. Van Erik Valkenburg. En een beetje tegen de verhouding in. Want NEC heeft eigenlijk het betere spel in de eerste helft. Vandaar ook de frustratie bij Flemings. Die natuurlijk ook mis zat in zijn verdedigende actie. En Sparta uit een doodspelmoment op 1-0. Slijngaard. Goed op de bal verdedigd. Slijngaard, Bodoel. Combinatie. Tackle van Van Eijden. El Akjoui. Knap. Door Gosens. Rutjes, er is ruimte nu. Rutjes. Rutjes, wie pakt hem aan? Rutjes, nu het balletje op Poupon. Geen buitenspel. Duplan had daar niet op gerekend op zo'n strakke bal van Rutjes. Bal binnengehouden door Stroopman. Dus komt er een voorzet richting Poupon. Van Eijden door het midden. Dat is altijd riskant. Viergever. Nou, Bodoel. Bodoel om Babos heen. Bodoel en dan van de lijn, wat zeg ik, voor de lijn weggehaald door Zomer. Bodoel geïrriteerd. Was natuurlijk een droomkans voor de spits.
doet het uitstekend om Babos heen. Maar het inschiet is toch wat te voorzichtig. En Zomer behoedt de NEC voor een 2-0 achterstand. Duplan. Rutjes. Poupon. Poupon. Valkenburg met ruimte. De man in vorm. De man van de drie goals tegen ADO. En nu heeft hij ook al gescoord. En Valkenburg zijn tweede. En dat maakt 5 in 8 dagen. En Sparta op 2-0. Via Ramon Zomer, dat wel, maar hij telt en komt op naam van Erik Valkenburg. De Spartaan uit de eigen jeugd. En Sparta dus op 2-0. Stroopman. Poupon. Goed gegeven door Rutjes op Stroopman. Valkenburg wil weer de bal. Valkenburg weggeduwd door David. Nee, zegt Jansen. Geen penalty. Daar Valkenburg. Ja, hij krijgt toch wel degelijk een duw hoor van Davids. Ja, hij kan op de stip. Laat ik het daar maar op houden. Goossens. Worm. Goossens. Worm. Iemand aan de linkerkant. Veel ruimte voor Saidi. Saidi, Saidi. Poupon. Rutjes, goed gegeven. Joshua John. Joshua John. Om Zomer heen. John, nu moet hij trekken. Nou, Poupon dan. Poupon. Nee, de paal. Enorme kans voor Sparta om het definitief af te maken op het kasteel. Poupon raakt de paal. El Akchoui. Slecht gedaan door Bakens. Goossens, Goossens. NEC speelde het eerste half uur goed op het kasteel. Maar Sparta wint uiteindelijk in een matige wedstrijd met 2-0. Door weer 2 doelpunten van Erik Valkenburg. Ja, ik weet.